alle drie uit andere omgevingen. Golden Earring. Ja, hoe heet het ook alweer? Toemar en solo dingen. En hij is ook nog een soort sessiemuzikant geweest in een ver verleden. Mm. En ik heb altijd mijn eigen liedjes gezongen in een eentje. Wel met een band ook, maar toch altijd de frontman geweest. Mm. En nu mag ik lekker aan de zijkant staan en wat een beetje meezingen. Had je gedacht. en ik ga in het midden. Hij wordt de leider van de band. Ja, ik ga in het midden en ik zet mijn zonnebril op, zodat Jos zich een beetje thuis voelt. Ja, dan voel ik weer thuis. Maar het is gevaarlijk, want dan word ik misschien een beetje wild ook. Maar je merkt wel dat we alle drie uit andere achtergronden komen. Hij is ontzettend. Precies. Met het in elkaar flansen van alle koordjes en een dingetje hier. En hij is zeer met het arrangement bezig. Zoals is heel recht toe, recht aan de rock'n'roll plaats. En ik ben toch meer folk. Ik ram een beetje op een akoestische gitaar. En ben eigenlijk gewend om alleen. Hij wil ons eigenlijk niet bij. Hij is zo gewoon weg. Oké. Okay. Nou ja, dit was het einde van de vele kostvrouw. Ja. Nieuwe liedjes geschreven. Hij 34 en ik 4. Ja. En daar komt een CD. Maar dus niet voor, maar na de tour.